Laat me eerst beginnen met concessiebeleid. Bij concessie hebben wij beslist dat er... Daarom hebben afgelopen maanden, afgelopen jaar, VP, niemand heeft concessie gehad. We hebben gezegd, niemand krijgt. Want concessies zijn uitgegeven aan natuurlijke personen op zoveel honderden hectare. Tijd me van een natuurlijk persoon. Ook kies 100 hectare en gaat die bedrijf daaruit doen. Hoe? Een individueel. Je moet tenminste een rechtspersoon zijn. Je moet tenminste een businessplan hebben. Ik moet weten wie die besturen zijn van die rechtspersoon. Ik moet kunnen beoordelen of het serieuze mensen zijn of het grappenmakers zijn. Dus we hebben gezegd stop. De ministers van NH en de minister van GWB, samen met hun teams, die hebben opdracht gehad. En dit besluit is in de regering stop genomen om richtlijnen te gaan ontwikkelen voor concessie. En het gaat om concessie voor zandafgraving. Het gaat om concessie voor goudwinning. En het gaat om concessies voor boskap. Voor houtkap. Het heeft inderdaad een tijdje geduurd. Nu zijn de richtlijnen al ontwikkeld. De richtlijnen zijn al twee keer besproken in de regeringsraad. Aanstaande woensdag, ben je best. Gaan we goedkeuren. Richtlijnen, concessies, dat is afgesproken. En dan gaan we het bekendmaken. En ik hoop een woordvoerder al van direct na goedkeuring dat die richtlijnen onmiddellijk gaan naar de samenleving. Laat bekend worden, een kopie ervan gestuurd worden naar alle belanghebbenden en alle media. Ziet u wat de richtlijnen zijn? We willen transparantie hebben. Maar weet je wat de kracht is van de richtlijnen? De ministers weten nu waaraan zij zich moeten houden. De ministers zijn beschermd nu. En tweede is, men mag in beroep bij de president. Ook de president is beschermd. Want daar staat precies duidelijk waarop de president moet letten. Er zijn procedures nu aangegeven, heldere procedures. Het heeft ja een tijdje in beslag genomen.